terug achter je bureau, dat is lang geleden. De trouwe Flash Waffle fans zullen nog wel weten dat daar ooit een basketbalringetje hong, maar in een vlag van opruimfurie heb ik dat weggegooid. Dus ik hoop dat een pak instant noodles een goede vervanging is. De kerstperiode is weer al om de hoek. En dat wil zeggen dat we een hele hoop cadeaus moeten gaan kopen voor iedereen. En het probleem daarmee is dat cadeaus eigenlijk in geld uitdrukken hoe graag iemand ziet. Een tweede probleem is dat ik echt geen geld heb. Ik ben broker dan een broke boy met een hoop hooi. Misschien wil Tjoef deze video wel sponsoren als ik uw muts opzet. Wel, hoe gaan we nu op korte tijd veel geld verdienen? Simpel. Pokémon. Buiten een bron van nostalgie is Pokémon echt heel waardevol bij verzamelaars. Sommige van de heel zeldzame kaarten zijn echt honderden euro's waard. Dus al wat we nodig hebben is een hoop zeldzame kaarten en we hebben geld genoeg. Ik heb een prachtig pak kaarten gekocht voor de volle 6 euro. Uw ouders logen niet toen ze zeiden vroeger dat dat heel erg duur was. Mensen vinden mij misschien een beetje optimistisch, omdat Max Mofo bijvoorbeeld al jaren naar een Charizard zoekt. Wij gaan dat gewoon in één keer doen. En we zullen even van perspectief veranderen om het open te doen. Voilà, hier zien we de kaarten. Stuk voor stuk. Wow, fuck, ik heb haar op mijn handen. Kes. Sommige dingen kunnen gewoon niet aan toeval overlaten. En... allee, ik zou niet willen dat er iemand gewoon gedegoteerd wegwendelt. Handhor mag dan één van de 7 schoonheden zijn, maar er zijn grenzen. De vingerkootjes niet vergeten. Ah, fuck. Ik heb me gesneden. Rip. Waarom ben ik zo motorisch gestoord? Niemand die het weet, niemand die het hoort. Hey, hey. Wat handhaararmer en een wonderrijker. Voor ik het vergeet, niet iedereen is grote fan van Pokémon, maar ik wil niemand uitsluiten. Dus we zullen gewoon voor de niet-fans een hoop tekeningen of zo op de achtergrond zetten. En hebben jullie toch ook nog iets om van te genieten, hè? Rechts een tekening. Links wat plastieke vriendjes. En kunnen we eindelijk eens gaan zien wat we onze familie cadeau kunnen geven van het jaar. We openen hier het pakje. Pakje geopend. Deze codekaart. Yeet. Als ik me niet vergis, 1, 2, 3 naar voor. En deze energy card. En die mag ook weg. Oké. Okay. We beginnen hier met een prachtige Rediscate. Een verdrietig stuk tonijn. Hou. Ja, tof. Drowsy, hey, die ken ik nog. En ik denk dat hij ooit eens een kind verkracht heeft in de Pokémon lore. Een schattig stuk vlieg. Skarmory. Pounsweet. Een Diglett met brasgaathaar. Prachtig. Growlite. Dat is de reverse. Dus dat wil zeggen dat het nu of nooit is... qua zeldzame kaart. Dus we zullen zien. Oh! Oké, okay, deze is misschien echt nog wel een beetje geld waard. Kijk eens aan. Hier is een nieuwe afbeelding. Ik ga even opzoeken wat de kaart waard is. Dus na wat kort opzoekwerk heeft de boy een waarde van 95 cent. Wat wil zeggen dat we ongeveer 5 euro verlies hebben gemaakt. Ik had echt gehoopt dat we er iets meer uit gingen kunnen halen vandaag. Allee, kijk, ik ben er niet ontevreden mee. Maar een euro haalt me niet uit de kosten. En dat is zuur. Maar geen probleem, ik heb gewoon een tweede pak, boy. Get that done. Iedereen weet dat het onmogelijk is om van de eerste keer goede kaarten te halen. Nee, dat was een opwarmerkje. We gaan naar de tweede en we gaan beter doen. Oké. Okay. Oké, die is open. Hier is de code. Altijd belangrijk voor iets. Dan. 1, 2, 3 naar voren. Energy card. Item brouw. Een Golbat. Fucking useless. Een Dragonair. Oké, okay, ook niks grappig mee doen. Een Poliwhirl, deze zijn wel allemaal classics. Dus dat vind ik wel tof. Een hoop paars slijm en een gele mond. Een schattig vogelken. Terug een Drowsy, die volgens mij ooit eens een kind verkracht heeft. Terug een Cutiefly voor de girls. Is deze niet gewoon exact hetzelfde pak dat we er net hebben opengedaan? Oké. Okay. Een Golduck als reverse. En als laatste... fuck deze, maat. Ik denk niet dat deze ons gigantisch ver vooruit heeft geholpen. Integendeel, ik denk dat we gewoon 2 keer 6 euro hebben uitgegeven voor rommel. En ik hoor de mensen al gaan. Hahaha, 12 euro verneukt voor een kaart van een euro, waarvan je toch de tam zou om ze te verkopen. Tuurlijk, gasten, maar ik heb nog een plan B, gast. Hopla, 5 kraslootjes. Altijd een bekkenplan hebben, gasten. Wanneer is de laatste keer dat er 5 keer iets misgegaan is? Dat is gelijk praktisch onmogelijk. Al is het praktisch onmogelijk, we gaan geen risico's nemen vandaag.
We gaan een prachtig altaar maken. Hupla. En om deze keer 100% zeker te zijn, gaan we een Drowsy opofferen aan de Pokémon goden. Oh, kijk eens aan. De Drowsy is geofferd, dus wij zijn klaar voor de volgende. Een Subito, prachtig Kraslot. Heel simpel, 3 dezelfde bedragen is gewonnen. Laten we krassen met de Lucky Nokia Baksteen. Gasten, ik kan me vergissen, maar ik denk dat we effectief 2 euro gewonnen hebben. Dat is lekker, zie, dat is al dubbel van de Pokémon kaarten. Deze gaat bij de vriendjes, bewaak mijn geld. Thanks, altaar. Vervolgens een win for life. 500 euro elke maand. Meer dan een mens ooit nodig heeft, natuurlijk. Ik wou eigenlijk van voorwerp veranderen, maar de Nokia deed heel goed, dus... Waar we naar op zoek gaan, is een ejaculerende penis. Come on, Nokia. Show us your secrets. En we hebben een lever met zwarte spiekeltjes op. Dus dit is waardeloos. Het dringt me meteen door welke kolossale fout dat ik gemaakt heb. Ik heb geen nieuwe kaart geofferd. Dus dit stuk slijm zal ook dienen als een offer naar de geluksgoden toe. Gratis geld. Oké, offerd en wel... Oh, shit. Ik heb het altaar afgebroken. Dat is 12 jaar slechte pijbeurten van Martin Tangen. Voilà, nog een prachtige kraskaart die het tij ongetwijfeld gaat doen keren. Aangezien de Nokia waardeloos bleek, krassen we deze open met pijnstillers. En zoals we zien, niet dezelfde symbolen, dus ook deze is waardeloos. Alsof dat nog niet erg genoeg is, merk je dat ik helemaal geen tekening meer heb gezet voor de mensen die... Fuck het altaar, nee. Het begint er slecht uit te zien, maar niet getreurd. Cash baby. En dat is toevallig ook het thema van deze video, dus dat komt helemaal goed. Oké, genoeg. Onze nummer, deze nummers. Komt deze nummer overeen met één van die 3 nummers, dan winnen we keiveel geld. Deze krassen we open met een state-of-the-art kazoo. En zoals jullie kunnen zien, ook hier nougatbollen waardeloos. Oké, gasten, ik besef dat het er niet goed uitziet voor ons nu, maar, we hebben dan deze nog. Een pracht van een kaart, met een licht ordinaire dame op. Oh, en als extra specialke zal ik de tekeningen achteraf er ook op afstemmen. Het zijn schaars geklede, ordinaire dames. Dat blurt ze nog wel lekker, dus ik denk niet dat ik ermee in de problemen ga komen. Super. Bling, 10.000 euro als we hier 3 dezelfde symbolen weten te krassen. Dus dan gaan we dat ineens doen. En deze krassen we open met een doos kleurtjes. De 3 symbolen zijn duidelijk niet hetzelfde. Dus ordinaire geriet, fuck off. Wel, dat was het dan. Heel teleurstellend. Ik vrees dat mijn familie weinig... cadeaus gaat krijgen. Maar gelukkig heeft Trump de koolmijnen even geleden terug open gedaan. Dus dan kan ik daar een eerlijke boterham van verdienen. Ik hoop dat jullie het wel leuk vinden om naar te kijken. Ik heb me rot geamuseerd met dit filmpje.